Yo guys, glad je hier met mijn nieuwe video. En vandaag is de laatste aflevering van Hall of Life. En dit is al de zesde keer dat ik dit opneem. Ja, voor degenen die zich afvragen hoe dat komt aan het einde was gewoon zo super moeilijk is. Ik hoop dat dit de laatste keer dat ik dit moet zeggen, waarschijnlijk niet. Maar ik hoop van wel, ik ga gewoon blijven spelen totdat ik die heb. Tot ik die fucking endboss heb. Ik ga niet opgeven. We gaan naar de endboss toe. Dus let's go. Let's go. Zwijg. Oké. Ziet je dus deze baby? Of ook wel de Nieland. En maak nog gelijk die kristal kapot. Oké. Daar is de laatste kristal trouwens. Zo. Godver. Bitch. Dus die paarse dingen insta-killen u. En ja, ik weet nu ook al wat er gaat komen, want ja, ik heb dit al zo vaak gespeeld. En wat ik ook heb ontdekt is dat deze guy heel goed werkt tegen deze mondjes. Dus dat werkt effectief. En als ik wist dat die kinder zo goed tegenwerkt, had ik dat hele game gedaan, maar ik wist het niet. Dus als ik het wel ooit zou respelen, waarschijnlijk wel, respelen, dan ga ik waarschijnlijk wel deze gun voor deze mondjes gebruiken. Maar ik hoop echt dat het lukt om het uit te spelen. Deze keer. Ik heb trouwens geen ammo voor mijn revolver, maar hopelijk komt dat nog. Want ik ga niet zonder revolver spelen. Oké. Zo. Nice. Oké. Snel. Oh, ik heb geen... Ja. Oh, wat? Ik heb zijn ding kapot gemaakt. Ik heb een beetje kwaad gemaakt, denk ik. Ja, zijn hoofd is open gegaan. Of toch niet? Oké. Okay. Dan gaan we zo... Ja. Zo. Ik vind trouwens de moeilijkste endboss dat ik ooit heb gehad in een game. Niet dat ik al veel spelletjes heb uitgespeeld in mijn leven. Ja, maar wel veel Mario spelletjes natuurlijk, maar echte hardcore shooters zoals Half-Life nu nog niet echt zo vaak uitspeeld. Maar ja, het is niet makkelijk, laten we daarop houden. Heb ik trouwens... Ja, ik heb terug Rock Launcher Guns. En ik ga dat echt gewoon op zijn voor of vijf knallen. En dan gaat hij in de tweede stage gaan. En dan gaat hij zijn hoofd open gaan. En dan moet je inschieten. En daar is altijd waar het misloopt. Oké. Okay. Geen idee dat zijn hoofd al open is. Maar... Die guy is gevaarlijk. Bezig! Sorry. Ja, zijn hoofd is open. En nu zou er zou ergens een heel hoog platform moeten zijn. Niet dit platform. Maar dat platform. Ik zie trouwens een bitch lopen. Oh. Oké. Okay. Dat was bijna dood trouwens. Dat ook. Nou, normaal gezien zou je mij moeten teleporteren. Oké. Okay. Oh, ik zit vast. Ah nee, wat? Fuck. Dat was niet de bedoeling. Ik ben echt heel gevaarlijk aan het doen trouwens.
Oh, nice. Oké. Ja, 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 ja. Maar, hey, trampoline werkt. Die trampoline werkt gewoon niet. Hey Wouter, you dumb f***. Dat was eigenlijk helemaal geen trampoline. Dat is een healing pool. Normaal zou hij mij moeten teleporteren, maar hij doet het niet echt. Wacht, is hij nu al verzwakt? Ja, hij is al verzwakt, lol. Kijk, nu gooit hij maar één bullet. Zie je het? Hij is al in zijn verzwakte dingen. Dus ik kan het nu al finishen, what the fuck. Dat is niet de bedoeling. Maar ik denk dat hij een beetje gebukt is, die Mongol. Je bent mij vergeten te teleporteren. Wat? Huh? Ziet er niet zo veilig uit. Ik ga me even stoppen. Wat de, hoezo heb ik die zo makkelijk? Dat kan niet. Oh my, ik dacht even dat ik dood was. Ik dacht even dat ik dood was. Oh! Wie de fuck zit jij? Gordon Freeman in the flesh. Or rather, in the hazard suit, I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, Zen, is in our control for the time being, thanks to you. Oh, graag gedaan. What a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. Wie, dat is een manneke in het pakje dat ik altijd zie lopen. Cool, what the fuck is that? That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with oh! me that you hey. Have limitless... Ik roei een ras uit van een van andere wereld en ik krijg een job. Yes, ik heb een jobaanbieding. Oh. You've proved yourself a decisive man, so I don't the ultieme metro. Deciding what to do. If you're interested, just step into the ultieme metro. Holy shit. Yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Oh, why don't you? Rather an anticlimax after what you've just survived. Hmm. Time to choose. Whee! Onderwerp Freeman. Status. Ah, ik ben aangenomen. See you up at yes, ik ben aangenomen. Ik heb een job. Helaas, liedje van de credits copyrighted, waardoor ik straks maar een klein deel kan laten zien van de credits. Maar ik wil jullie allemaal super bedanken voor het kijken van de Let's Play. Zeker voor de vastkijkers die er tot het eind zijn bijgebleven. Dit was zeker een van de moeilijkste games die ik ooit heb gespeeld, maar het is mij gelukt. En ja, bedankt voor de support op deze serie. Deze was misschien niet altijd even goed, maar het was toch wel leuk om de vaste mensen zien terug te komen. Dus echt een dikke shout-out naar jullie. Nogmaals bedankt. En hier een stukje dat ik klaar kom, omdat ik Half-Life heb uitgespeeld. Yes, ik heb het uitgespeeld. Yes! Ik heb de boss verslagen zodat het helemaal niet zou moeten, maar ik heb gewonnen. Yes! Oh, dat was Half-Life. Half-Life eindigt met G-Man, die mijn job aanbiedt. Wel, bedankt G-Man, dat is heel vriendelijk. Nou, als je in een restaurant werkt of zo, dan moet je ze laten zien en dat je 2 of 3 borden tegelijkertijd kunt dragen. Wat die gast van u vraagt, ja, of moord hij zijn hele ras uit van een andere wereld, dan wil ik u misschien wel eens aannemen. Dus G-Man is vrij zat. De Nieland was ook, de boss noemt de Nieland, die was ook vrij zat, want het is niet normaal dat die zo makkelijk zal verslaan. Zou niet mogen, maar ik vind het niet erg, want dan heb ik weinig editwerk. Geen idee hoe ik in hem heb geschoten, maar volgens mij had ik zo van mijn submachine gun, zo'n tweede kogel, had ik er net ingeschoten. Ik denk dat het zo was, anders
kan dat niet. En ja, Wouter, u had gelijk. Op minuut 4.38 schiet ik wel een kogel toch recht in zijn kopje, zeker? Maar oké, ik mag er ook eens goed van afkomen, zeker? Ah ja, dat weet ik nog niet. Ik ga eerst kijken dat de opname wel gelukt is. Of dat ik misschien wel copyright strike heb in de credits. Maar ik ga de allerlaatste video van Half-Life wel afsluiten. Volgende keer komt Half-Life Opposing Force in DLC. En in die DLC, dan gaan we met de military spelen. Dus met de mannetjes die ik irritant vind. Dat gaat nog wel worden. We zullen wel zien. Ik ga deze video afsluiten. Dus volgende Half-Life in het algemeen leuk. Emotioneel. Maar bent u blij dat Half-Life gedaan is? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer Half-Life. Opposing Force. En ik zeg ciao.